gaat eraan komen. Dus berg je maar op. Ga maar in lekker wat water liggen. Maar hou je hoofd in ieder geval koel. Houd je huid dicht op die moment dat het heet gaat worden. Het stikt hier van de vliegende mieren. Ja, dus het beste wat je kan doen is je huis gesloten houden. Hele goedemiddag, lieve vrienden. Ja, het is alweer middag. Het is namelijk alweer 13:43 en we leven op donderdag 30 juli. Ja, 30 juli alweer. En ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, 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 ja. En de tijd houdt geen schaf dat je zelf niks doet. Nee. Want ik ben laat en dat heeft ook weer zo zijn redenen, ja. En Rijke die ga ik zo meteen weer uitlaten en ik ga vanmiddag weer aan het werk, want ik loop op achter. Ik heb het gisteren niet kunnen renderen omdat er andere problemen waren. Dus ja, dan gaat het voor. Dus ik moet nou weer druk aan het renderen. Ik heb gelukkig ook wel al films in een map kunnen doen en die map een naam kunnen geven. Dus ja, we zullen beleven hoe en wat. Maar ik wens jullie natuurlijk wel ook een hele fijne, heerlijke dag. Want het is prachtig mooi weer. De zon die schijnt. Wat willen we nou nog meer? Ja toch, wij willen het zonnetje hebben. Een hitte moet er eigenlijk komen. Nou, die gaat eraan komen. Dus berg je maar op, ga maar in lekker wat water liggen. Maar hou je hoofd in ieder geval koel. Houd je huid dicht op die moment dat het heet gaat worden. Hou het dicht. Laat de warmte buiten en niet binnen. Gewoon je huis dicht houden van boven naar beneden. Niks aan het handje. Moet je er even uit? Oké, dan ga je er even uit. Maar ga niet zomaar zonder meer naar buiten, want dat is ook weer gevaarlijk. Ja, maar de hitte is wel weer goed voor de virus. Dus ja, wat wil je dan nog meer? Dus dan heb je kans dat het weer naar beneden kelder door die hitte. Het is nou weer een beetje koud geweest, koeler geweest. En dan komt het weer omhoog. Dat merk je maar weer aan de cijfertjes. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles en ga ik ook proberen te doen en ik ga met mijn meisje even lopen. Even een blokje om. Ja, jullie zien het goed, mijn haar zit weer anders, want het wou niet die kant op. Nee, het wou zelf die kant op. Oké, nou dan ga ik op die kant op, ja. Dus ik zou zeggen, geniet en ik vergeet jullie in ieder geval niet, als jullie mij ook niet vergeten. Zet dan even abonneer weer even, als je nog niet geabonneerd bent. Het is heel makkelijk, het is gratis. En even op het belletje klikken, dan krijg je altijd een seintje van er staat weer wat. En vergeet die duim niet aan te klikken. Ja, vind je het leuk, dan klik je die duim aan. Ja toch, dat is juist ook voor mij weer leuk. En vraag ook maar eens een keer of je iets anders van mij wilt zien. Want ja, weet ik wel wat. Laat me even doen als ik het al kan doen. Maar ja, nee heb je, ja kan je krijgen. Ja toch? Dus kom maar op hoor, ik vind het leuk. Ja, vraag is dat vrij. En je krijgt het in alle tijden een antwoord erop. En ja, de ene kan ik wel laten zien, de andere kan ik niet laten zien. Wie weet, ja. Dus ja, met vragen wordt men op wijs. Dus kom maar op, vraag maar. En je krijgt ook zelf een antwoord erop. Ja, en die antwoord kan tegenvallen en het kan meevallen. Dus kom maar op met je vragen. Ja toch? Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer eventjes. We komen net weer binnen met Rijka en Kandal. Die is ook meegelopen helemaal. En die is ook binnen, maar waar die is, die naast mij. Ik zal hem even pakken. Kijk, joh. Wat een dikkie, hè. Zo'n grote vent, hè. Oh, goedje.
En ik zal jullie vertellen, ik weet niet of jullie er last van hebben, maar wij hier wel. Het stikt hier van de vliegende mieren. Ja, dus het beste wat je kan doen is je huis gesloten houden. Ja, zoveel mogelijk dicht houden, want anders krijg je ze binnen. En je wilt niet gestoken worden door een vliegende mier, want jij die kunnen steken. Net zo min als alle andere mieren. Er zijn zoveel miersoorten die jou kunnen steken en dat doet pijn en daar heb je één keer maar weer last van. Dat is niet fijn hoor. Nee, echt niet. Hé? Oh, spinnenkoppie toch. Hé? Spinnenkoppie. Zo dan. Gelijk een meelopertje van je gepakt. Dat doen we goed. Ja. Zandvloosje. Wat ga mee? Ja. Dus ja, ik zal eten klaarmaken voor de beestjes en voor mezelf, maar ik heb wat makkelijks. Dus dat is wel ideaal. Dat moet even in de oven afbakken en dan is het ook weer klaar. En, maar eerst mijn diertjes, die gaan voor Anneke en een vlog eindelijk. Ik weet je, ik heb daar zoveel werk mee gehad met deze vlog weer. Hij wou niet luisteren, dat programma, nee. Dat vier keer aan toe sloeg hij op slot, of hoe noem je dat? Ja, hij deed niks meer, helemaal niks. Dus ik moest opnieuw opstarten. Toestanden, maar ja, hij is in ieder geval klaar en dat ben ik blij om, ja, ja. Ja, dat ben ik zeker blij om. Dat weet ik niet. Ja, fijn, die moet ik hebben. Maar ja, komt wel goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, hou vol goede moed, geniet van alles. En ik zou zeggen, tot ja. Misschien straks en anders tot morgen. Ja, je weet me nooit met mij. Nee, je weet het nooit. Ik merk het wel. Ik vergeet het momenteel ook wel. Want ik heb het s'avonds ook heel erg druk. Overdag is het lekker rustig. Maar overdag, ja, dan ga ik naar Facebook toe. En dan wordt het druk voor mij. Ja. Ik heb helaas tot mijn grote verdriet eentje moeten ontslaan. Was het altijd wel een lieve vrouw en ze is nog wel lid hoor en ik ben nog wel bevriend met haar. Maar ik wil niet hebben dat iemand mij overroelt. Zo noem ik dat. Ik ben de big boss van die groep en meerdere groepen, maar het gaat nou even om de club van de 50 plus. Die is voor mij. Jullie zijn bij mij te gast. Mijn hulp, die behoort niet als ik ergens bij een topic van iemand, van een vrouw die haar kleinzoon de virus corona heeft. Normaal willen wij het woord corona niet in de groep hebben, maar met zoiets, dat zijn uitzonderingen, bevestigen de regel. Ja, die vrouw die heeft verdriet, die wil haar verdriet met ons delen. Dus ik zet er een plaatje neer die ik zelf gemaakt heb van beterschap. En namens, alle namen van beheer, dus ook haar naam erbij, veel sterkte met je kleinzoon gewenst. Nou, dan laat jij als moderatrice of moderator, laat je die topic staan. Want jouw baasin of baas heeft daar gereageerd, dat moet je dus laten staan. En niet weghalen, nou, in kwijt kun je mij niet maken, hè. Denk na. Maar nee, ze haalt het weg en dat had ze niet moeten doen. Maar er waren meerdere dingen. Niet alleen dat. Ook zat ze bij een paar anderen tegen het harnas aan te jagen. Nou, dat moet je niet doen. Je moet met allemaal met de neus dezelfde kant op staan. Sta je dat niet op een gegeven moment? Nou ja, dan moet er eentje pieren waaien. Ja, even goed goede vrienden, maar dan ben jij voor het beheer niks. Er is er nog eentje, die vond het niet nodig geweest. Want hij vond het dus niet dat diegene tegen mij instreek, dat ik overroeld werd. Nou ja, zo was het wel. Ik werd zeer degelijk overroeld, ja.
dat ga je niet doen. Punt. Laat staan. Waar iemand anders van beheer reageert met een plaatje in mijn sterkte of wat dan ook, laat de andere behoorder te laten staan. Blijf er van af. .nl. Ja. Hé, met jouw Eeuwin. Een over Eeuwin gesproken. Ze is al een paar keer van mijn rollator afgevallen. Nou ligt ze op dat fietje. Van de week was ze deze kant opgevallen, lag ze op de grond. Nu, vanmiddag, rolde ze de andere kant op en toen kwam ze in dat harde mandje terecht. Hé, jenne meisje. Och, goeie. Hé? Is Eeuwin, hè? Hé, ja, is je Eeuwin, hè? Eeuwin lief, hè? Eeuwin mooi meisje, mooi prinsesje. Nee? Ja, jij wel, hè? Nou, dan hebben we hier onze grote meid, hè? Ja. En die is ook zo mooi, hè? Ja, die is ook zo mooi, hè? Mooi kind. Jochusje. Ah, en Kambo, ons kereltje. Die is ook mooi, die zijn de stroom aan het maken. Ik zag er net buiten net zo'n soort kat. Oké, Gandalf is wat maker geworden, omdat hij altijd maar buiten aan het pierenwaaien is. Maar die andere kat, nou, die had een hele lelijk hoofdje, kopje. Ja, was niet een mooi kopje. Dat heb hij nog wel, hè? Ja. Ook een dikke doosje, hè? Oh, yes, binnenkom. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen nogmaals, geniet ze en we zien elkaar later wel weer. Ja, de rechterblazer doet de een tegen de ander. Eeuwen blaast daar tegen Rijka. Ja, kan ook gebeuren. Maar ik heb dus nog alles dicht gedaan vanwege die vliegende mieren. Die wil ik niet in huis. Nee. Let erop of je ze in de tuin hebt. Zo ja, deuren, ramen dicht. Want ik heb... Dat vertel ik je nog even. Ooit in het verre verleden woonde ik met mijn gezin ergens anders. En we zaten buiten. De boel stond gewoon open. We zaten lekker buiten. En ik kijk op en ik... Oh mijn hemel. Wat? Nou, ze draaien maar om en kijk naar de gevel. Nou, de gevel was zwart. Van de vliegende mieren. Ik zeg, alles oprapen en voorzichtig naar binnen. Want zodra ze me een trilling voelen, nou, dan laten ze van die muren los en ze komen achter jou aan. Net als een school met wespen. Ja, doe voorzichtig. Want ze komen gewoon binnen, nou, dat wil je niet hebben. Dus ja, gelukkig had ik de ramen al dicht, want het, ik was er al bang voor die dag, want het was wel benauwd en warm. Ik denk, nou, vanavond komen er weer... Niet doen, Rijka! Wat voor een dingetje. Ook hier achter de vliegenaar, maar ik heb ook... op de achterpootjes staan, in de vensterbank, met de voorpootjes tegen het raamkozijn aan. Maar ik heb ook... Maar daar ben ik nou trots op. Een mooi plantje, die heb ik ooit van Karin en Roderick gehad. Maar er komen weer bloemen aan. Ga even naar de kant, lieverd. En dat is deze. We hebben hier allemaal knoppen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 komen eraan. Nou, dat is toch mooi. Ben je toch dan voorzichtig mee? Althans, ik wel, maar wie ben ik? Maar oké, genoeg. Ja, ik zou zeggen, nogmaals. We spreken elkaar later. Doei doei!